jongens en meiden, daar zijn we weer. Vandaag gaan we bezig met bowlen. En achter mij heb ik alvast een bowlingbaan gebouwd. En ik zal u vertellen wat we vandaag nodig hebben. We hebben vandaag nodig een bal. En net als andere keer dat we het spelletje hebben gedaan, is de grote bal wat makkelijker en een kleine bal is wat moeilijker. Dan heb ik hier de bowlingbaan. En de bowlingbaan heb ik weer gemaakt met pionnetjes. Daar kun je dus net als alle andere keren weer andere spulletjes voor gebruiken. Je kunt flessen neerzetten, je kunt er ook sokken voor gebruiken. Schoenen kan natuurlijk ook. En met twee kleedjes heb ik de bowlingbaan gemaakt. Dat mijn bal dus niet zomaar uit de bowlingbaan kan. En achter mij heb ik de startlijn gemaakt met een badjassnoer. Maar bij alle spullen kun je natuurlijk het ook vervangen door iets anders. Dan ga ik het zo meteen even laten zien. En dan ga ik ook laten zien hoe we het iets moeilijker kunnen maken. Oké, daar gaan we. Als eerste gaan we het gewoon met de grote bal doen. Ik ga achter de startlijn staan. En dan ga ik het eerst eens proberen met twee handen. Dus dan doe ik de bal tussen mijn benen. En dan ga ik hem op de pionnen rollen. Dan heb ik ze geraakt. Als ik dat dan al kan, dan ga ik het zo meteen eens proberen met één hand. Dus ik ga weer achter de startlijn staan. Dan ga ik weer een beetje door mijn benen en dan probeer ik hem met één hand te rollen. Als dat nou heel goed lukt, dan kun je het eens proberen om het startlijntje wat naar achter te leggen. Dus ik heb hier mijn badjassnoer en die leg ik dan iets naar achter. Want vanaf hier ging het al best wel goed. Nou, gaan we het weer proberen. Ik denk dat het bij mij lukt met één hand, maar je kunt het natuurlijk altijd weer met twee handen doen. Daar gaan we. Moeten we uitkijken dat we de kan niet raken, want die steekt zo over. Zo, dan ga ik het nu eens laten zien met de kleine bal. En dat zal de kat al helemaal leuk vinden, want die ziet een beetje als speeltje. Leg de grote bal even weg. En dan gaan we met de kleine bal. Doe ik eerst het lintje weer wat naar voren. En dan ga ik het proberen met de kleine bal. Dan pak ik hem weer op en dan ga ik zo door met oefenen. Zo. Je hebt gezien dat ik het nu heb voorgedaan met de grote en de kleine bal. En als je alleen bent, kun je eens kijken hoe snel je alle pionnetjes geraakt hebt. Of alle sokken dus. Wat je ook kan doen, is het samen met weer je broers, zussen of je ouders doen. Dan kun je bijvoorbeeld oms de beurt gooien. Of in hoeveel keren je alle pionnetjes hebt geraakt. Ik wens jullie weer heel veel plezier. En tot de volgende keer.